Misikaba gaat in op positieve ontwikkelingen in Suriname. Bij de start van de Algemene Politieke Beschouwingen APB in de Nationale Assemblée heeft NDP-fractieleider André Misikaba als eerste spreker het woord gevoerd. De volksvertegenwoordiger somde een aantal zaken op, maar stond stil bij een tiental positieve ontwikkelingen die zich voordoen in Suriname. Deze zaken geven volgens hem duidelijk aan dat ons land qua ontwikkelingen op de goede weg is, ondanks het feit dat enkele jaren terug Suriname getroffen werd door een economische crisis. Misikaba noemde de activiteiten van Staatsolie om ondernemers erop te wijzen op de mogelijkheden welke de te verwachten olievondsten voor onze kust met zich zal meebrengen. Wat de parlementariër ook als mijlpaal ziet, is de aanname van de elektriciteitswet en de wet voor instelling van een energieautoriteit die grote mogelijkheden hebben gecreëerd in de energiesector. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.